En welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zondag en het is al einde middag. Waar de vorige vlog geëindigd is, start ik deze vlog. Ik ben inmiddels thuis. Ik ben vandaag bij mijn opa en oma geweest. Mocht je de vorige vlog niet hebben gezien, daar heb ik geslapen. En die moesten in de middag naar een verjaardag, dus ik ben naar huis gegaan. En toen ben ik gaan opruimen en schoonmaken en zo. Even die plant goed. Zo. Dus ik ben lekker bezig schoonmaken vandaag en stofzuigen en opruimen en weet ik het allemaal. Ik heb een aantal dingetjes uitgezocht voor mijn stage die ik morgen even wil gaan bespreken en wil laten zien. En dan ga ik volgende week beginnen aan mijn stage opdrachten, omdat dat gewoon heel erg gedoe was. Ik kon een aantal dingen niet uitprinten en weet ik het allemaal, dus, maar alles wel gelukt. Dus ik ga... aanstaande dinsdag, woensdag ongeveer ga ik starten aan mijn stageopdrachten. En dan heb ik nog 16 weken om dat helemaal klaar te hebben, al die opdrachten. Dus dat moet wel lukken. En ja, ik zou zeggen welkom bij een nieuwe vlog. Het is nu einde van de middag, wat ik net al zei. En waarschijnlijk ga ik nu niet heel veel meer doen. Ik ga denk ik meer in mijn gemak houden. Ik ben de vorige vlog ben ik aan het editen. Dus dat die in ieder geval helemaal afkomt voor vandaag. Dan kan die woensdag online. Ik upload de laatste tijd alleen maar op woensdag. Omdat ik geen tijd heb om 2 video's per week te maken. Dit heeft puur te maken met mijn gezondheid zelf. Ik ben natuurlijk nog steeds zelf heel erg grieperig en hangerig. En ga nog steeds niet helemaal lekker. Dus dan moet ik ook nog terug voor naar de dokter. En natuurlijk heel druk met stage continu in school. Dus het zal 1 keer per week worden. Maar het is in ieder geval wat. En het is geen korte video, het is een behoorlijke lange video. Dus het mag wel, toch? Maar in ieder geval, het is nu even de precieze tijd. 3:58. Ik ga zelf honden eten doen. Ga ik zelf eten. En ik ga vanavond vroeg slapen. Omdat ik gewoon nog steeds niet helemaal 100% beter ben. Heb ik mijn rust en mijn tijd hard nodig. Dus dat is de planning. Goedemorgen. Het is 6:00 ochtends. Ik ben helemaal klaar. Ik ga mijn bed opmaken. En dan ga ik naar stage. Toffe middag. Ik ben thuis. Een hele leuke en goede stage dag gehad vandaag. Ik heb heel veel gedaan. En het was gewoon, ja, het was hartstikke gezellig vandaag. Ik ben wel heel erg moe. Morgen heb ik een avonddienst. En ik ga proberen te regelen of ik woensdag en eventueel volgende week ook avonddiensten kan draaien. En verder... Ja, ik ben thuis. Ik ga het avondeten doen. We eten vanavond shawarma met groenten en patatjes in plaats van aardappeltjes. En ja, lekker avondeten. Dus ik ga dat nu even klaarmaken. En ik spreek jullie als ik klaar ben met eten. Want, of misschien daarna later nog. Want ik ga natuurlijk daarna mijn cavia's doen, papegaai doen. En daarna zomaar in Zeeland kijken om 8:30. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben thuis. Ik heb vandaag avonddienst, mijn allereerste avonddienst. De andere twee stagiaires met wie ik daar ook stage loop, die hebben al avonddienst achter de rug. En ik heb er nog één gehad, dus ik heb gisteren met iemand geswitcht. Zij wil een dagdienst, dus ik draai haar avonddienst vanavond. Mijn allereerste avonddienst, ik vind het op zich heel erg leuk, omdat het is compleet iets anders als... dat je op de dag doet. En natuurlijk hoor je wel van, joh, het gaat zo en het gaat zo. Maar het is toch natuurlijk compleet anders als je het zelf gaat ervaren. Dus ik ga daar vandaag mijn allereerste avonddienst draaien. Een avonddienst van 2:30 tot 11:00. En dan moet ik nog naar huis. Dus dan ben ik waarschijnlijk 1:30 morgenochtend pas thuis. Dus ja, er zal niet heel erg veel gevlogd worden vandaag. Ben ik bang. Ja. That's it, eigenlijk. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik was gisteravond rond een uurtje of
12 uur thuis. Ja. Ik ben dus gelijk mijn bed ingegaan. Al sliep ik pas rond een uurtje of 1:30, 2, helaas. Maar goed, we zijn inmiddels weer op. Vandaag heb ik ook een avonddienst. En ik ben helemaal klaar. Ik ben aangekleed en al. Ik heb dit witte vest even aan, omdat ik het koud heb. Maar ik heb hier eigenlijk gewoon een blauw shirt onder. Blauwe broek, witte schoenen. En ja, ik ga zo naar mijn stage toe. Het is dik 1,5 uur met de bus. Dus ik wil kijken en proberen en regelen of mijn opa me kan brengen. Want dan doe ik er maar 20 minuten over. En dan hoef ik ook niet zo heel erg vroeg weg. Dus ik ga kijken of dat mogelijk is. En anders ga ik zo al gelijk de deur uit. Maar ja, in ieder geval, ik ga naar mijn werk weer. Ik ga weer lekker aan de slag. En zien hoe deze avond gaat verlopen. Gisteren is de avond net iets anders verlopen dan ik een avond eens voor me zag. Het was compleet anders naar mijn verwachtingen. Maar het was heel erg wennen, maar het was wel heel erg leuk. Dus vandaag ook. Ik heb een aantal dingen onthouden hoe het er gisteren aan toe is gegaan. Dus het zal vandaag denk ik wel iets beter gaan. Maar we gaan zien hoe het gaat lopen. En ik zie jullie denk ik morgenochtend weer. Goedemorgen. Het is inmiddels donderdag. En mijn avonddienst gisteren is super goed gegaan. Ik zet even een vlekje op het scherm. Zo. Mijn avonddienst gisteren is super goed gegaan. Ja, dat is gewoon alles wat ik erover kan zeggen. Het is gewoon super goed gegaan. Ik heb veel dingetjes meegekregen. Dus dat was allemaal top. Ik was een uurtje of 12 thuis. Ben ik gaan slapen. En nu is het ochtend. Het is donderdag. Ik ben inmiddels wakker. Ik ben aangekleed. Ik heb make-up gedaan. Ik heb vandaag weer eens meer make-up gedaan dan normaal. Want de laatste tijd draag ik geen mascara meer. Omdat ik heel snel geïrriteerde ogen heb. Maar dat heb ik nu wel gedaan. Ik heb dit groene lange shirtje aan. Die is echt super lang. Met een split. Zwarte legging en witte schoenen. En ik doe zo nog een zwart soort spijkerjasje-achtig erover aan. En dan gaan we naar school. We zijn helemaal klaar. Tas ingepakt. En we kunnen gaan. Ik zit tot 5 uur op school. Behoorlijk lange dag. En we gaan zien hoe het gaat lopen. Een beetje verslapen. Het is wel licht buiten. Ik zal even snel mijn outfit laten zien. Zwart vest van de Sena. shirt van de Only. Broek New Yorker. En dit is zo niet mijn stijl. Ik heb hieronder een rode legging, die is ook van de New Yorker. En mijn witte schoenen van de Bristol. Dus eigenlijk heb ik een outfit, een compleet andere outfit aan. En de kledingstuk komt er ergens anders vandaan. Het is 7:15. 7:30 moet ik weg en ik moet mijn eten ook nog gaan klaarmaken. Dus ik ga mijn bril opzetten. Ik pak mijn rugtas, die staat al klaar. Bed heb ik een beetje globaal rechtgetrokken. Dat komt vanmiddag allemaal wel. En kijk, hier heb ik ook nog allemaal kleding. Dat moet ik allemaal terug in mijn kast hangen, maar dat komt ook nog wel. We gaan eerst snel klaarmaken, zodat ik naar school kan. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Het is weekend, ik ben net wakker. Mijn haar, alles is nog morning head. Ik ben net wakker, ik ga me aankleden. Ik wilde eigenlijk nu gaan douchen, maar ik heb niet zo zin eigenlijk. Dus ik denk dat ik vanavond lekker onder de douche ga. En ja, ik ga me lekker omkleden, even wassen en zien wat deze dag brengt. Ik wil deze dag wel besteden om mijn kamer weer in normale staat
te brengen. Want zoals ik gisterochtend liet zien, is die kledingstapel... Ja, die moet gewoon echt opgeruimd worden. Anders kan ik niet aan mijn bureau en kan ik niet aan mijn huiswerk. Dus dat is de planning voor vandaag. Let's go! Goed, om de weg naar de supermarkt. Omdat mijn moeder een aantal dingen nodig heeft voor de kooi. Voor de cavia-kooi. Dus daar ben ik nu naar onderweg. Ik heb de hele ochtend gewerkt aan mijn presentatie die ik volgende week moet houden voor Nederlands. Een soort oefenpresentatie voor mijn examen die ik dit jaar ook ga krijgen. En je moest die presentatie moest je houden over je held. En toen dacht ik, weet je, omdat ik de laatste tijd heel erg in het leven van Stuk TV rol en hoe hun het online content allemaal houden en doen, dacht ik, er is niks beters dan een presentatie te houden over Stuk TV. Dus dat is echt super tof. Ik heb een introfilm heb ik ook in de PowerPoint verwerkt en hij is echt helemaal tof geworden. Dus mijn presentatie gaat over Stuk TV. Super tof, super leuk. En als eigen doel heb ik dan Thomas eruit gehaald van Stuk TV. Daar vergelijk ik mezelf het meeste mee als ik naar de drie jongens moest kijken. Maar ja, ik ben nu in ieder geval wel onderweg naar de winkel om een aantal spullen te halen. En ik kom er nu achter dat ik geen extra tasje bij heb. Dus dan wil ik nog een extra tasje kopen. Dit is wat het is. Let's go. Dat is zo irritant. Hetgeen waar ik het ook nog over wilde hebben, is het ding dat ik weinig buiten vlog de afgelopen tijd. Dat heeft te maken met natuurlijk ook de privacy van de mensen. Maar ik moet eerlijk zijn, de mensen zijn hier niet zo makkelijk. Als je heel gauw met een camera de winkel loopt, dan word je al gelijk aangesproken. En een wagen als het Stuk TV onder andere is, ben ik niet. Dus daar ben ik gewoon heel erg voorzichtig in. Maar we gaan dat vandaag wel gewoon doen. Dus ik neem jullie zo gewoon lekker mee de action in. Om een aantal spullen te halen die ik nodig heb. Dus let's go. Goed. Ik vraag me af of die hier het geluid opneemt of van mijn telefoon. Maar mijn camera is leeg. Die heb ik bij me. Die is leeg. Dus ik zal overgaan op mijn telefoon voor vandaag nog. Ik ben inmiddels... we zijn al een hele dag verder. Ik ben onderweg naar de winkels. Alweer voor de tweede keer. Want ik ben er net ook al heen gegaan. En toen kwam ik thuis en zei tegen moeder... Jos, heb je dit en dit en dit? Oh, zegt ze, waarom heb je dat dan niet meegenomen? Ik denk, ja. Goeie vraag. Dus dat ga ik nu halen. En ja, verder, ik denk, ik neem lekker, want mijn oortjes doen het niet meer. Dus ik denk, ik neem lekker de Bluetooth koptelefoon mee. Dan kan ik toch een beetje muziek luisteren terwijl ik onderweg naar de winkels ga. Het is super, maar dan ook echt super druk bij de winkels. Ik was er net ook al, dus ik hoop dat het nu wat rustiger is. Anders is het weer super druk, helaas. Maar ja, even gewoon het halen en dan weer naar huis. En het is gewoon echt heerlijk weer buiten, dus ik vind het ook helemaal niet erg. Dan laat ik gewoon even mijn armoedwaarde doen in plaats van zo te vloggen. Ik vind het verder op zich helemaal niet erg. En ja, zoals ik net al zeg, het is heerlijk buiten. Het mistelt heel zachtjes. Maar voor de rest is het prima weer.
en slecht nieuws. Het regent, dat is slecht nieuws. Het regent heel hard. Het goede nieuws is dat ik het mandje heb, dus naar mijn tas en... Ik heb van die sporthandschoenen, omdat ik zit de laatste tijd met mijn handen. Maar het wordt de laatste tijd echt veel en veel erger. En ik denk, ja weet je, ik had zo'n race, maar dat werkt ook niet, want die zit meer aan de om mijn pols. En toen kwam ik deze sporthandschoentjes tegen. En aangezien het de laatste tijd heel erg naar mijn vingers en mijn duims gaat, dacht ik van, dit is perfect om het gewoon wat verlichting te geven. Dus dat heb ik dan ook gewoon wel gedaan. En ja, dat leek me op zich wel een goed idee. Dus ik heb de kleinste maat genomen die ze hadden. En ze waren maar 2 euro dus. Maar ik hoop dat het gaat werken. Ik moet ze nog even goed doen hoor. Het zit nu niet helemaal goed. Dus ja, ik hoop dat het werkt. Dat ik moet gaan opruimen. Dat is dus een stuk beter. Alles is netjes opgeruimd. Ik ga vanavond naar mijn opa en oma toe, dus mijn kleding ligt daar op klaar op bed. Moet ik er nog in de tas stoppen. Hier liggen nog wat dingen wat ik moet doen voor ik wegga. En dan sluit ik hierbij ook de vlog af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Deze video een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! Ja, ik zet alles op.